Wat een overwinning. Vertel eventjes, wanneer geloofde jij dat het kon lukken om vanuit die vroege vlucht voor de winst te sprinten? Vanaf denk ik toch wel rond, anderhalve ronde voor het eind zat ik toch wel een beetje te twijfelen, zal het niet. En ik probeerde altijd al een beetje tempo te houden, telkens weer opschroeven. En uiteindelijk in de laatste ronde bleef het lang op 2 minuten. En ja, was het alles of niets. Bij die eerste tussensprint hier aan de finish werd je 4e van de 4. Wat gebeurde daar? Was dat bewust? Nou ja, het was gewoon 2 keer. De eerste keer begon gewoon te vroeg en ik had niet verwacht dat ze zo snel waren. Ja, de tweede keer gingen we helemaal souplassen. Toen dacht ik van ja, dit werd hem ook niet. Maar ik had niet verwacht dat het in de finale nog zo zou zijn. Maar ja, dan hebben we natuurlijk flinke koers achter de rug. En na een flinke koers hebben we nog wel een sprint. Dus dat was wel het ideale. Maar wat ook, wat is de ploeg in een goede flow geraakt? In Zwitserland, succes, nu hier met jou. Leg uit, wat is er binnen de ploeg in positieve zin gaande? Ja, ik denk dat gewoon iedereen hard traint en dat iedereen resultaten wilt. En dat is gewoon het mooiste wat je kan behalen in de sport. Dankjewel.